Hi mensen, wij zijn hier vandaag bij het Madurodam. Wij zijn vandaag hier omdat er een aantal oudere personen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, hun verhaal zullen doen. Deze verhalen zullen verteld worden aan de jongere generatie met doel dat zij onze geschiedenis niet zullen vergeten. De hemel kon al regen vallen van bommen. Wij gingen naar school. Waar we waren en denk je dat we nog wat leerden? Ja, zo'n beetje. Een beetje, want er was ook geen papier. Het was gewoon gek. Hebben wij als gezin dat overleefd? Maar toen moesten we weer verder trekken. En toen zijn wij in Apeldoorn terechtgekomen. Ik ben bijna 77. Misschien nog wel ouder als jullie opa's en oma's. Zo ongeveer wel. Ik ben geboren in een Joods ziekenhuis in Amsterdam. De Joodse vrouw die was ontsnapt en die was weer thuis. Toen de oorlog voorbij was. En mijn overgrootopa die was in zo'n kamp en die vrouw ging naar een waarzegster. En zei die waarzegster dat ze naar het station moest en op dat station stond mijn overgrootopa. Zo, wat een verhaal zeg. In Amsterdam uit Madrid, uit Spanje.